Terwijl de zon langzaam ondergaat boven de Olympic Experience, stroomt de Copacabana Lounge langzaam vol. Er is regen voorspeld en dus wordt de wedstrijd bij hoge uitzondering binnengekeken. Doe eens een voorspelling. Beetje chauvinistisch. 3-1 voor Nederland. 3-1 een set. Wat heb je tot nu toe gezien? Nou, dat Nederland aan het winnen is en dat het gewoon heel goed gaat. Het begin is sterk voor de Nederlandse dames. Ze komen zelfs met 2-1 voor in sets. En onder de aandachtige toeschouwers zijn ook een paar leden van de beachvolleybalschool uit Den Haag. En ja, die hebben misschien ook wel een Olympische droom. Dat wil ik ook wel graag. Alleen als ik daar zou staan, dan zou ik liever beachvolleybal willen doen. Want dat is meer bewegen. Het zou wel leuk zijn als het ooit gebeurt, zeg maar ik weet... Geen idee, ik weet het echt niet. Beelden van de wedstrijd mogen we helaas niet laten zien, maar gelukkig hebben we onze eigen gastcommentator. Mooi verdedigd door Nederland en mooi geslagen door Nederland, waardoor het nu weer een punt is. En Amerika maakt een mooie slag. De volleybalvrouwen verliezen helaas hun tweede wedstrijd. Aanstaande woensdag spelen ze wedstrijd nummer 3 tegen Italië.